Namens alle supporters blaakt de voorzitter van de supportersvereniging van trots. So the morning after the night before. Een ongelofelijke overwinning. Het kampioenschap voor de poorten van de hel weggesleept, vindt hij. En hij geeft eerlijk toe dat hij niet dacht dat het nog zou lukken. Ik had met dit scenario ook geen rekening gehouden. Er zijn nu een heleboel mensen die zeggen, ja, ik heb het voorspeld. Nou, ik had het zeker niet voorspeld dat dit eruit zou komen. En dat maakt het scenario extra mooi. Ja, en wat ging er in u om? Ja, ik moet zeggen, ik kon het in eerste instantie niet geloven. Ik ben vanmorgen ook wakker geworden en heb hem echt eerst maar eens in mijn arm geknepen. Van, heb ik dit nou allemaal gedroomd of is het echt zo? Ja, het is een onbeschrijfelijk gevoel, maar wel een heel lekker gevoel. Maar het kampioenschap opent een zomer vol mogelijkheden en de zekerheid op nog een seizoen Champions League. Dat zomaar eens nog mooier zou kunnen worden dan het afgelopen seizoen al was. Maar ja, je moet gewoon blijven dromen. Deze titel die toont ook aan dat je gewoon moet blijven dromen en er tot het laatste toe voor moet gaan. Want ja, dat heeft de ploeg gedaan, dat hebben ze ijzersterk gedaan. Ze zijn gewoon onverstoorbaar doorgegaan. En ik sprak gisteren ook nog met Marcel Brands en die zei het ook van, we hebben er echt tot het laatste in geloofd. Nou, dan ben je mentaal ijzersterk en dan verdien je ook de titel. Maar eerst wordt er natuurlijk een welverdiend feestje gevierd.